Waarschijnlijk wel, want hij is oud en woont al jaren in het woud. De kleine postkabouter, elke dag was als een huis. Dan komt Paulus op de buis, let erop, daar is hij weer. Precies op tijd. Precies op tijd. Op het juiste uur. Op het juiste uur. Met een heel nieuw avontuur. Reken maar. Zal ik naar die gekke vee toe gaan? Of zal ik vragen of ze hier komt? Nou, een thuiswedstrijd is altijd beter dan een uitwedstrijd, hè? Kan je niet wat duidelijker zijn? Nou, mensen, is toch logisch. Hier in huis heb je alles bij de hand. Je toverboeken, je spullen. En buiten moet je je behelpen met je kleine toverkoffertje. Dan lijk je net een amateurgoochelaar. Wil jij haar dan gaan halen? Oké, op naar het logement voor de grote Eucalypta-show. Zeg, Stien, je moet zo dadelijk maar eens komen kijken in mijn kamertje. Rap en Boelie hebben allemaal hele mooie meubeltjes voor me gemaakt en zo. Wie zijn Rap en Boelie, Knallebol? Boelie is een robotje, maar hij heet geen Knallebol. Ach, wat zoet ben je toch. Met Knallebol bedoel ik jou, Mallert. Oh, maar ik heet Gregorius. Ach, die Gregorius. En Rap is een kabouter. Die kan zagen, timmeren, boren, schuren, lijmen. Nou, van alles, hè. Al voor jij hier was, hè, zijn ze boven aan het werk geweest. Ze sliepen in de lege kamer. Ach, is er dan nog een kamer over? Oh ja, wel zeker. Hallo, ik ben Krakras, de handlanger van Eucalypta, onze heks. Hé, Gregorius zei dat je een kabouter was. Ja, dat klopt. Ik heb alleen mijn puntmuts thuis laten liggen. Nou, die is goed maf, zeg. Nee, ze verstond het verkeerd. Ze dacht dat jij Rap was. Kijk, Stien, hij is Krakras, Stien. Zeg, waarom lacht hij nou opeens zo raar? Stien, om je te bescheuren. Een vee die Stien heet. Nou, dat is een goeie voor Eucalypta, die moet ik vertellen. Ach, ik schijn erg op je lachspieren te werken. Hè, pruimendant? Nou, heb je het er boos gemaakt. Oh, maar dat was helemaal de bedoeling niet. Ik kwam er alleen maar uitnodigen. Stien, ik kom je uitnodigen om een kopje thee te komen drinken bij ons aller Eucalypta. Misschien wel de jouwe, maar niet de mijne. Maar? Je zegt ons aller Eucalypta. Dat geldt niet voor mij. Ik ken er niet en als ze me spreken wil, komt ze me naar me toe. Hè, lachbek? Dus je gaat niet. Goed geraaien. Nou, daar zul je nog wel wat van horen. Zo, Knollebol, dan gaan wij eens even gezellig naar jouw kamertje kijken. Zijn pinentje, zeg. Jij was nijdig, hè? Ach, ik heb niet voor niks ook nog wat fikse bloed in mijn aderen. Wat denkt ze wel, dat loeder? Dat ik gek ben? Nou, zij is het in elk geval wel. Inderdaad. Ik zal de violen van mijn toren over haar uitgieten. Waar zijn mijn violen? Nou, primaatje, hè, Gregorius? Hey, verbluft, ouwe Stien van me. Zeg, hoe kom jij hier? Nee, Marius, rare rakker van me. Het is niet waar. Kom bij me. Hij heet toch geen Marius? Jawel, Marius Rap heet hij. Oh, dus jullie kennen elkaar. Wat heet kennen elkaar? Wij hebben samen op dezelfde school gezeten. Jij was een vee, je zat in twee, ik zat in de vierde. Jij was zo groot, je haar was rood en ik gierde. Jij was zo klein en zo ragfijn, maar rag je klierde. Dat is toch logisch? Ik moest niks van jongens hebben. En ik niks van meiden. Maar desondanks. Ja, desondanks. Konden we elkander niet vermijden. O, Rap. O, Stien. En wie niet weg is, is gezien. Maar jij was niet weg. Dus konden we elkander later onmogelijk vermijden. Nou ja, wordt toch helendal vervolgd.